De zoetwatervissen in Nederland hebben het moeilijk. Want in heel veel beken en rivieren hebben we onneembare hindernissen aangelegd, zoals sluizen en stuwen. En dan kunnen die vissen hun paaigronden niet bereiken. In de Achterhoek liggen gelukkig al heel veel vistrappen. En hier in Doesburg werd 2 jaar geleden een van de grootste van Nederland geopend. Hoog tijd om eens te kijken of die werkt. Wat zwemt er zoal doorheen? Watergeweld, hè? Ja, het valt nu een flink eind naar beneden. Ja. De IJssel is hartstikke laag alweer. Uh-huh. En de Oude IJssel heeft een vast pijl van 10 meter. Die hou je op pijl? Die hou je op pijl. Hier stort hij naar beneden? Ja. En ja. Hoeveel is dat nu? Het is nu 5,5 meter. Dat is voor vissen. Als je welke kant je ook op wil, niet te doen. Nee, het is onmogelijk. Ja. Dus daarom die vistrap? Daarom de vistrap. En ze komen daar vandaan? Ja, ze komen uit de IJssel. Ze zijn op zoek naar paaigebied in deze tijd van het jaar. Willen graag omhoog, de Oude IJssel op, botsen tegen die muur en zoeken dan naar een andere mogelijkheid om omhoog te komen. Hoe weten ze nou dat ze die vis trappen? Het is een heel klein stukje, hoe komen ze erin? Ja, nou, die vissen die worden gelokt, die volgen een lokstroom. Je voelt dat kleine stroompje zo dat je denkt, hey. 300 liter per seconde aan extra stroom komt erbij en die stroom volgen ze dan. Dus ze proberen het en dan voelen ze iets anders. Precies. En dan denken ze, hey, er is een escape route. Ja. Erin. Hoppakee. En dan kan je hier erin. Ja. En dan... Helemaal door de passage heen en dan bovenstrooms de Oude IJssel op. Het is echt onvoorstelbaar dat van die kleine vissen zoveel drang hebben om hoger op te komen. Ja, dat is heel menselijk eigenlijk. Maar dat ze zo'n enorme vistrap gaan doen. Ja, dat is echt paaidrang. Ja. Ze willen eitjes afzetten, zich voortplanten en zoeken de lokstroom omhoog. Ja. Om erachter te komen of het werkt, hebben we een dag eerder een fuik gehangen achter de uitgang van de vistrap op de Oude IJssel. En nu wordt het spannend. Wat zit er in ons net? Welke vissen zijn vannacht de vistrap doorgezwommen? Hier wel een blinkende fuik, dus er zit wat in. Vooraan. Oh ja, ja, ja. De fuik loopt best wel lang door. Ja, ja, ja. Wat zie je nu al, Matthijs? Nou, in ieder geval vis. Dat is, Die zag ik ook, ja. Nou, ik zie blankvoorn en baars. Ja, en ze zijn nog heel actief. Nou ja, het is vis van één nacht. Ja. BV 30. Bijvoorbeeld, of? Blankvoorn. Ja. Oh, mooi beest, hè? Ja, dit zijn echt wel paairijpe... BV, 24. Paairijpe beesten. Ja. Oh, dit is een joekel van een BV. BV, 29. Kijk. BV, 27. Ze zijn ook ruw van de paaienuitslag. Oh ja. Dat is paaien, dan voel je dat ruwe huid. Ja? Oh ja, enorm. Wow. Kijk. BV, 28. Kijk, en dat is ook een beest met... Met paaiuitslag, zie je dat? Een soort van jeugdpuisjes. Oh, dat hoort erbij. Dat krijgen dus vissen als ze gaan paaien, dus die ruwe huid. Uh-huh. Dan hebben ze ook, kunnen ze weerstand op elkaar hebben. Ja, om een beetje goed heen en weer te schuren. Precies. Ja, want hoe paaien die vissen? Nou ja, dat ligt aan de soort. Maar deze BV's? De meeste vissen die gooien hun eitjes in de rond en dan worden ze uitwendig bevrucht door de mannetjes die eromheen zwemmen. Uh-huh. Maar dat is niet eerst een soort paringszwemdansje. BV. Sommige soorten wel, bijvoorbeeld brasems, die blijven echt op een vast plekje zitten en dan wachten op de vrouwtjes. BV, 27. Dus dat verschilt per soort. Ja, dat doet er alleen nog maar BV's te pakken. BV, namelijk blankvoorns. Ja. En word jij blij van deze vangst, Matthijs? Ja, ik word hier wel blij 25. Van. Want die weten allemaal de weg te vinden. Ja, absoluut. En het zijn 26. Ook wel mooie grote beesten. Ja. Dus die komen veel voor op de IJssel. En de IJssel veel minder. Dus wat dat betreft ben ik hier blij mee. Het is een mini, maar die doet nog niks waarschijnlijk. 16. Het is wel heel klein. Ja, het is nog niet alles. Dat broeden in een boom. Maar wat een ooiewets plaatje. Ooievaars
in grote oude populieren langs de IJssel. En vandaag volg ik de IJssel op zoek naar prachtige natuur. Oh, wat een gestuntel van deze jonge ooievaar. Hij probeert te landen. Ja, zo te zien zitten er gewoon een aantal takken in de weg. En moet hij nog even de techniek vinden om te kunnen landen. Ja, ooievaars horen van nature in bomen te broeden. Maar zo zijn we het al jarenlang niet meer gewend in Nederland. We kennen ze op een paal, op een schoorsteen van de boerderij. Maar dit is gewoon zoals het eigenlijk hoort. Maar ja, ik zie ook dat die ooievaar, die met nestmateriaal komt aanvliegen, daar behoorlijk moeite mee heeft. Hij moet continu weer op zoek naar de juiste koers om zijn nest te vinden. Maar als het dan lukt, dan bouwen ze een waanzinnig groot nest. En dat nest is aan de onderkant, loopt hij heel rustig omhoog. En ze proppen daar maar net zoveel hooi en takken in, totdat ze een fatsoenlijk stevig nest hebben. En dat nest gebruiken ze, als die door de wind gewoon blijft zitten, volgend jaar weer. En kan uiteindelijk wel bijna 2 ton wegen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend zwaar. Maar het zijn ook hele grote vogels. Want als je ze zo bekijkt, grote oranje poten, mooie zwarte veren, een witte nek en een grote snavel. Ja, en als ze dan eenmaal gaan vliegen, hebben ze een spanwijdte van wel bijna 2,15 meter. En doen ze nauwelijks onder voor een grote zeearend, die maar een paar centimeter groter is. Ja, die ooievaar, dat die hier nu zo broeden, dat doet maar goed. Want in de jaren 70 waren ze eigenlijk zo goed als verdwenen in Nederland. Een handjevol ooievaars hadden we nog. En ook in West-Europa waren ze bijna weg. Mensen hebben ooievaarstations gebouwd, hebben de dieren gevoerd. En nu heeft die ooievaar een waanzinnige comeback gemaakt. Want inmiddels broeden er bijna 1500 ooievaars in Nederland. Ja, en die ooievaars die horen dan weer weg te trekken naar een broedtijd richting Afrika. En je ziet dat bijvoorbeeld ooievaars die hier langs de IJssel zijn opgegroeid op zijn station, soms blijven hangen omdat ze gewend zijn dat ze bijgevoerd worden. Hier in Nederland lopen ze gewoon door de uiterwaarden, waar een beetje plasdras is, waar mollen, jonge hazen, konijnen, muizen en kikkers zij weten te vangen. Maar het mooie is dat op het moment dat ze terugvliegen naar Afrika, daar hun voedsel bijna bestaat uit sprinkhanen en regenwormen. Dat zou je toch niet verwachten als je deze grote imposante vogels ziet. Hoeveel soorten zitten er eigenlijk die zo'n beetje door die trap komen? Nou, tijdens dit onderzoek hebben we nu 18 soorten gevangen. Nou, wij tot nu toe 1. Dus 31. 17 soorten te gaan. Ja, maar je ziet toch vaak, het is nu de paaitijd van de blankvoorn, die komt eraan. Dus er komt alleen zo... maar blankvoorn, ja. Die komt er in één keer doorheen. Die wil er doorheen, en de rest is nog even daar. En dan komt volgende week alweer een andere soort. Ja. Dan komen ze door de vistrap, ze hebben het gehaald. Hoe ver gaan ze nou dat achterland in, Matthijs? Nou ja, dat verschilt per soort. Deze blankvoorns, die paaien waarschijnlijk in dit traject af. Worden hier meteen al, denk ik. Lekker. Hier zo tussen de boten of tussen de planten een eindje verderop. Omdat het hier lekker rustig is. Precies. Maar je hebt ook soorten die zwemmen een eind door. Bijvoorbeeld rivierprik hebben we ook gevangen van het winter. Mm-hmm. Ja, die kan wel een kilometer of 30, 40 omhoog zwemmen. Echt Duitsland in en richting Duitsland, ja. 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 Dus dat verschilt echt per soort wat die doet. En wat hebben we er dan? Want je moet enorm veel moeite doen om die vis uit de IJssel in die oude IJssel te krijgen. Ja. Wat is het nut? Nou, het is wel de totale biodiversiteit onder water. Dus de hoeveelheid soorten. En ook de hoeveelheid kilo's die aanwezig zijn in zo'n systeem. Biomassa. Is goed om dat te hebben. Ja, en ook daar maken visetende vogels maken daar weer gebruik van. Ja, dus eigenlijk dus dat als je is meer een gezond watersysteem. Voor onder water en alles leeft daar weer van. En dan precies. Die hele biotoop die wordt dan beter. Ja, het is gezonder. Ja. 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 Je denkt, wat een hoop moeite voor een paar van die vissen, maar dat heeft echt zin. Absoluut. Heb je daar een stukje terug enorm veel moeite gedaan, dure vistrap erin gelegd, die werkt, er komen heel veel vissen langs. Ja. Maar is het hier nou een beetje opgelost? Ja, op zich wel. We zien duidelijk de visstand verbeteren op de Oude IJssel.
De andere kant is, de Douwe IJssel is een scheepvaartkanaal. Ja, gaat gewoon bam naar Doetinchem. Ja, ja, er gaan veel schepen doorheen. Dus in de ruimte die we hebben, zien we de verbetering. Mm-hmm. Maar helemaal natuurlijk zal het nooit worden. Nee, want die IJssel liep vroeger een beetje anders hier. Ja, die kronkelde hier door het landschap heen. Ja, dat is natuurlijk beter voor vissen. Dat is beter voor heel veel waterleven, aha, voor biodiversiteit. Zou dat denkbaar zijn in de toekomst dat je hier en daar die bochten er weer in gooit? Nou ja, zolang de scheepvaart blijft hier, zal de Douwe IJssel zo recht blijven. Maar we zoeken wel naar plekken waar we de rivier kunnen herstellen. Dus natuurvriendelijke oevers aanleggen of oude meanders weer aan te takken. En dan kan het alleen maar beter worden vanaf nu. Precies. Want we hadden er echt een potje van gemaakt, hè? Het was echt de Douwe IJssel was in het verleden, jaren 50, 60, 70, was hij echt dood. Ja. Dat is een mooi contrast. Het was een dode boel. Dat is een dode boel. En moet je nou eens kijken. Ja. 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 Oh, ik ben blij dat ik gekomen ben. Op de hogere delen, in de uiterwaarden, kom je de meest mooie plantjes tegen. Zoals deze gulden sleutelbloem. Samen met de knolboterbloem, het ruigviooltje en de look behoren ze tot de stroomdalflora. Ja, die stroomdalflora die komt hier omdat de rivier zo af en toe tijdens hoogwater leemhoudend zand afzet. En dat leemhoudende zand is een perfecte plek voor deze soorten om te groeien en te bloeien. Die gulden sleutelbloem is wel een hele bijzondere. Want het is eigenlijk de aankondiger van de lente. Want als je de Latijnse naam, primula, en dan is primus, eerste, en verus, dat betekent lente. Dus de eerste lentebloeiers. Nou, het klopt ook wel, de lente is begonnen en hij staat massaal hier te bloeien. En daar word ik heel blij van, want ik ken nog maar weinig plekken waar de gulden sleutelbloem er zo goed bij staat. En dat heeft ook te maken met het juiste beheer. Die gulden sleutelbloem die heeft een heel mooi trucje van moeder natuur. Want die heeft insecten nodig om zich te bestuiven. Om dus voor te kunnen bestaan. En daar heeft hij een heel slim trucje voor. Want de stempel en de stamper van de ene bloem zitten in de kroonbuis. Terwijl die bij de volgende bloem eruit steekt. En dat is een beetje alsof hij twee verschillende soorten bloemen heeft. Zouden ze nou allebei uit de bloem steken, dan kan die zichzelf bestuiven. Maar dan wordt hij wat zwakker in DNA. En nu heeft hij de insecten nodig. Maar om die insecten te lokken, heeft hij een hele mooie oranje tekening in de bloem. En zo weet hij zeker dat de bij, de hommel, het stuifmeel tot in de binnenkant van de bloem brengt. En dus bestoven wordt. Ja, en dat heeft deze meerderjarige plant nodig om uiteindelijk te kunnen blijven bestaan. Nou ja, en dat is hier heel goed gelukt, want ze staan hier massaal op zo'n mooi, iets hoger deel van de uiterwaarden langs de IJssel. Herman. Ja, dag. Hoi, ik ben Harm. Ik ben Herman. En kijk, ik dacht een soort bosje buitenbloemen. Zo. Voor je nieuwe natuurgebied. Wat een gewicht. Wat denk je dat het is? Ja, ik dacht een peer. Ja. Goh, heb je wel goed gegokt. Ja, je hebt goed gegokt. Hier aan de rand van Doetinchem komt iets bijzonders tot stand. Bewoners leggen er op voormalige boerengrond hun eigen natuurgebiedjes aan. Drie zijn er al gerealiseerd, een vierde is in de maak. Buur maakt natuur, heet het. Mag jij historisch de eerste spade de grond in rammen? Zo. Dat is tegen mijn oplossing. Maar je hebt het wel vaker gedaan, zie ik al. Ja, toen ik een jaar of tien was, stond ik al in de bos. Oh ja. Helpen met planten. Kijk. Oké. Dat moet je zo niet doen. Oh, hoe dan? Met pot en al. Ik schud toch? Nou. Komt er wat? Ja. Zo. Hartstikke levende grond.
Dat weet je, in 2013 zijn we begonnen. In 2018 heb ik pas weer de eerste wormen hier gezien. Zo'n dode boel was het? Zo'n dode boel. Dit was echt een raai graslandje, hè? Ja, en suikerbieten werden erop verbood. Helemaal uitgeput. Ja. Nou, nu niet meer. Nu is het een bierenparadijs. Maar hij staat wel mooi. Het is een goed gevoel. Ja. We hebben weer een stukje natuur toegevoegd. Ja, en peren. En dan straks valt het eraf en dan komt daar wel land uit, vlinders erop. Oh ja. En je kunt er ook lekker van snoepen. Maar en zo denk je eigenlijk al, wat je hier aanbrengt. Ja. Van, het is goed voor de vogels, voor alles. Voor de insecten, of voor de mensen. Nodig ze tenminste uit. Ja. Om eens de trainers op een andere manier te bekijken. Uh-huh. Maar de buur ben ik zo benieuwd naar. Dat is beleid, dat wil zeggen een buurt. Ja. He, en de buur, kun je vertalen in boer, dus iedereen moet hier aan samenwerken om dit hier een mooi gebied van te maken. En dat gebeurt ook? Dat gebeurt ook, ja. En hoe werkte dat dan? Een paar voorbeelden. De meisjes hebben hier in de buurt, vonden dat een leuk idee, hebben een soort heetje voor een kweetje gedaan. Ja. En dan komt er bijvoorbeeld 80 euro binnen. Hop. Dat is weer zoveel vierkante meter grond. Ja. Ja, en een mevrouw die 65 werd, die heeft haar receptie gehouden. En die heeft al geld wat op de receptie binnenkwam. Heeft ze hier aan gegeven. Oh, maar dus die hele buurt die voelt zich nu verantwoordelijk voor dit gebied? Een groot deel van de mensen voelt zich verantwoordelijk voor dit gebied. Dat is natuurlijk een goede truc. Ja, ja. Want dan ineens denken ze, hé, dat is onze natuur. Ja, en ik hoop dat ze dat steeds meer gaan beseffen. Ja. Ja, in de uiterwaarden van de IJssel komt het mooiste bloemetje voor die je kunt vinden in de graslanden. En daar heb ik het natuurlijk over. De kievitsbloem. Deze kievitsbloem, ja, ook wel de Zwolse tulp genoemd, kom je tegen langs de IJssel. En hoe meer je richting Zwolle komt, ja, hoe meer kievitsbloemen je tegenkomt. Bijna 95% van de Nederlandse populatie is hier rondom de IJssel en de Vecht te vinden. Deze bloem, die al een heel apart uiterlijk heeft, is niet de meest makkelijke. Want het grasland hier, net buiten de IJssel, moet overstromen. De zaden die de kievitsbloem maakt, zijn zwaar en worden meegenomen door het water en moeten een plekje vinden hier op de vruchtbare bodem. En pas na 8 jaar kieming en groeien gaat deze bloem bloeien. Dus dat je hier zoveel ziet, is wel uitzonderlijk. Er is nog iets moois, want voordat deze bloem zaad kan zetten, moet eerst de hommel langskomen. En die hommel, die landt op de buitenkant van de bloem, gaat naar binnen en dan pas is de kievitsbloem bevrucht en kan er zaadvorming plaatsvinden. En die hommel, ja, je zou zeggen, hij heeft ze hier voor het uitkiezen, gaat heel secuur te werk. En die gebruikt een trucje, dat hebben wetenschappers vanuit Wageningen ontdekt, die wij eigenlijk met het menselijke oog niet kunnen zien. Hij vliegt hier door het landschap en het landschap is voor die hommel helemaal grijs. Maar omdat die bloem aan de binnenkant veel nectar heeft, weerkaatst dat en dat ultraviolette licht wat hij geeft, zorgt dat die bloem wit kleurt in plaats van grijs. En dat zijn de bloemen die de hommel bezoekt. Ja, en zonder die hommel, maar ook zonder hoog water, en zonder het laat maaien van deze graslanden, ja, is de kievitsbloem verloren. Nou, en hier langs de IJssel heeft hij het uitstekend naar zijn zin. Want wat een mooi plantje. En hij komt naast deze mooie paarse variant met al die prachtige blokjes ook heel af en toe in het wit voor. Mooie beesten, Herman. Ja, mannetje salamander. Ja. En daar zit een vrouwtje. Aha. En dat mannetje, dat heeft een mooie oranje buik met zwarte vlekjes erop. Ja. En een kammetje, allemaal kammetjes op zijn lichaam. En vooral aan de onderkant van de staart, daar zie je een inhammetje. Ja. Ja, en als je het goed in de poel observeert, dan kun je heel mooi zien dat een mannetje af en toe met de staart helemaal zo omtrekt. Oh ja. En dan een geurvlaagje naar het vrouwtje toestuurt. Van hallo. Van hallo, hier ben ik. Hier.
Ja, hier ben ik. Ja. Straks gaan ze weer vrij laten in de poel, hè? Ja, natuurlijk. En dan kunnen ze weer vrij zwemmen. Maar wat betekent het nou voor jou dat jij in je eigen poel mooie salamanders hebt? Ik vind het een geweldige ervaring. Dat betekent dat het leven weer gewoon teruggekomen is. Net zoals de kikkervisjes die erin zitten en op het moment de jonge padden zitten erin. Maar dat is alweer... elk jaar verschillend. Ja, en het is alweer helemaal een biotoopje aan het worden. Ja, ja. Met waterplanten, de nodige waterplanten erin. Dus dit is eigenlijk een soort romantisch stelletje die zegt van... Het gaat niet goed. Eer van je werk. Ja, en het gaat niet goed. Ja. Komt op gang. Ja. Ja. Staat hier voor alles in, hè? De vogelkers, dat is de Inlandse vogelkers. Hier heb je Gelderse roos. Ja, oh, dat is ook mooi. Ja. Hier begint een appel te bloeien. Hier zit een bloeien van de appel. Ja. Ja, in de andere wal komen werkelijk zulke dikke appels aan. En die waren verwacht dat er ongeveer zulke kleine appeltjes maar nee, zulke joegels. Zulke joegels inderdaad. We hebben een hele diverse wal gemaakt. Ja, diverse, vooral voor insecten en voor vogels. En dan moeten ze zaden, vruchten geven, bloeiwezen voor de insecten. Ja. Dat is heel belangrijk. Om die kaardebolt weer terug te komen, er komen veel hommels op af. Ja, ik vind die geweldig. Ja, dat is een hele mooie En bloeien. Nu zelfs, als ze uitgebloeid zijn, vind ik ze nog mooi. Ja. Dus, ja. Paardenbloem. Blazen. Hij doet het niet. Hij droog. Ja, hij doet het. Kijk, mag je een wens doen, Herman? Ja, dat weet ik. Ik wens dat er hier nog heel veel mensen van mogen genieten. En dat we veel mensen krijgen die ook de handen uit de mouwen willen steken. Ja. En daarnaast ook mensen die we gewoon geld willen sponsoren. Met elkaar. Ja, met elkaar dat voor elkaar willen krijgen. En moet het dan met of zonder paardenbloemen? Dat mag ook met paardenbloemen, tuurlijk. Die hoorden erbij. Zijn ze belangrijk? Paardenbloemen zijn zeer belangrijk, want er komen ook weer insecten erop af. Hommels komen erop af. Ja. Ja, konijnen eten ervan. Vind ik ook een goeie. Ja. Nou, we hebben hazelaar. Ja. Daar komt de nooitjes af. Ja, je hebt echt voor elk dier wat wils. Ja, daar was ook de bedoeling hiervan. Leuk. Ah, jonge blauwe reigers. Blauwe reigers broeden al heel vroeg in het voorjaar. En bij voorkeur in een ontoegankelijk broekborstje. Nou, hier langs de IJssel zijn genoeg van die locaties te vinden. Waar wilgen, elzen, in de wat nattere delen, de lagere delen van de uiterwaarden staan. En daar voelen deze jonge reigers zich heel erg op hun gemak. Ja, vader of moeder komt aanvliegen. Heeft een beetje last van de wind. Nou, ik had verwacht dat hij wel met iets van voedsel aan zou komen. Want ja, die jongen die zitten voorlopig 2 maanden op het nest. En zijn nu echt afhankelijk van hun ouders. Die hier langs de rivier in dat vochtige gras, in de kleine moerassige delen op zoek gaan naar amfibieën en naar vissen. Want dat is toch op dit moment wel het hoofdvoedsel van de jonge reigers die op het nest zitten. En dan moet je nagaan dat jaren geleden die blauwe reigers eigenlijk hele schuwe vogels waren. Je ze nauwelijks zag. Maar ja, nu wandelt hij in je tuin op zoek naar een visje in de vijver, langs de gracht in de stad. En is hij eigenlijk niet meer uit het hedendaagse beeld weg te denken. Maar meestal als je ze ziet in de stad of in een dorp, dan zie je ze alleen. Maar hier langs de rivier broeden ze in kolonies. En dat doen ze om elkaar te kunnen beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht. Van bijvoorbeeld buizerd, kiekendief. Ja. En met hoe meer je zit in die bomen, met hoe meer je je eigen jongen kunt beschermen. Dit was een lelijk kaal grasveld, vol met grasvalt, zoals Herman het noemde. En met hulp van de hele buurt is het veranderd in nieuwe natuur, vlak bij de stad. En daardoor heel toegankelijk voor de mensen. Goed voor de biodiversiteit en goed voor ons allemaal. Laten we dat op heel veel plekken ook gaan doen.
alles weten over de Gelderse natuur? Kijk dan nu op buitengewoon.nl.